staan, daanhoeden, de zonnebril op, de mooie bon vivant, daan. Kom, jullie doen dat later? Oké. Mag ik dan even iedereen zijn aandacht geven? Even Rob Meijer als eerste het woord even. Ja. Je moet de tafel opnoemen. Probeer de tafel op te roepen, of ga je... Hier is Rob Meijer. Ik dacht dat ik misschien als laatste aan het woord zou zijn. Hans, waar ben je? Daar, Hans. Ik zei aan het begin van de middag tegen jou een bijzondere dag toch wel. Afscheid, na 7 jaar. En ik denk dat ik de enige gezelschap ben die eerder van jou afscheid heeft genomen. Want ik mocht bij jou afscheid zijn als speler. En toen zei je van, met de enige bobo die wordt uitgenodigd. En we hebben elkaar al die jaren nadien gewoon dat blijven ontmoeten. En ook hele goede contacten gehad. En toen Top in 2001 hier bij mij kwam om voorzitter te worden met twee doelen. Top weer terug op het hoogste niveau en een eigen sporthal. De sporthal die zien we. En dat ging in het begin ook best goed. We kwamen weer op het hoogste niveau terug in 2003. Maar toen de Corvo-league kwam, lukte het net niet. En toen was jij als trainer beschikbaar. En via via hebben we contact met jou gezocht. En ja, het trio met jou, Peter Boeren, Anne van der Zaag en ik, bij mij thuis, bij Vijfstof in Blijkwijk, waren wij best wel eens over de dingen die we met elkaar wilden gaan doen. En dat zijn wat ik noem toevallige ontmoetingen in het leven, want we kenden elkaar wel. En de club had ambities, maar waren ook het man, vrouw, maar in dit geval man, nodig om die ambities waar te maken. En die heb je waargemaakt in de afgelopen 7 jaar. Ik moet zeggen, geweldig. Het ging eigenlijk nog wat sneller dan we misschien hadden gedacht. Maar je bent een kritisch man. We hebben ook wel vaak eens even gesproken over wat wel of niet goed ging in de club. Ik vond natuurlijk dat alles goed gaat in deze geweldige club. Hoewel ik ook wel kritisch genoeg ben, dat weet je. Maar de buitenwereld weet ik nog wel in 2005, toen bekend werd dat je bij een niet-league-club aan de slag ging, die stond perplex. Begrepen het in het begin niet. Maar later toch wel toen ze het beleid van de club zagen. En ik denk dat we daar met z'n allen trots op mogen zijn. Jij als trainer, de selectie, en ik weet het natuurlijk nog heel goed, en de ouderen in de selectie weten dat ook, dat we in dat gedeelte van de kantine eerste keer voor de hand in beeld was, met elkaar hebben gesproken dat we toch met elkaar dat stapje extra zouden moeten doen. Want anders zouden we die toptrainer niet halen. En toen ik daar verslag van deed in het bestuur en zei dat iedereen positief was, zeiden een aantal mensen van de technische commissie, ik geloof dat wij bij een ander gesprek zijn geweest. Maar we zijn doorgegaan, je hebt het bij Top gekomen en je hebt fantastische resultaten neergezet. Daar wil ik jou als oud voorzitter ontzettend voor bedanken, mede namens de club. We staan op de kaart. Jij bent daar ook nog wel wat kritisch in, nog niet helemaal. Wij staan op de kaart. We gaan gewoon verder. En ik zal je zeggen, ik was bij de opening. Men had mij gevraagd vanochtend de opening van een tentoonstelling. HKV op Emmerich vanaf 1919 te openen. En dan is het toch wel leuk als je de landstitels zaalveld ziet. Dat bij beiden eenmaal de naam van Top Sassenheim vermeld staat. Dat is gewoon iets om trots op te zijn. Nou, langer wil ik het niet maken, want dat laat ik aan Hans over. Ik heb een klein cadeautje voor jou van mijn kant. Ik durf het je nauwelijks te geven. De IKF Guide to Corporate Coaching. Dat is een boek van Ben Krum. En ik weet dat jij geen lessen nodig hebt. Maar waarom ik het je graag wil geven, is dat jij de potentieel instaat met ons Top. En daarom denk ik, het is een leuke herinnering aan die 7 jaar met Top, waar ook de finale in staat en de coach die komt uit. Hans, ontzettend bedankt. Bedankt Rob. Een mooi boek geschreven door Ben Krum, de Nesta uit de Corvo-wereld. Hans,
beste Marja, Tim, wat gaan 7 jaren snel. Jullie Tim was nog maar een jongetje van 14 jaar. Speelde toen de B1 bij Fortuna van de Week van Antwoord. Toen je als trainer bij Top was. Voor mij heeft al het een en ander gezegd over alles wat je voor Top gedaan en bereikt hebt. De club naar de league gebracht. Het korfbalcollege opgestart. Dubbel landskampioenschap. Enzovoort, enzovoort. We hebben veel aan je te danken, Hans. Je inbreng in de club is enorm geweest. Daarom wil ik jullie, jou en je vrouw en je gezin, dit cadeau namens de vereniging, het bestuur, de club, iedereen aanbieden. Het is een kort overzicht, eigenlijk het resultaat van al die jaren wat je bereikt hebt. Ik pak het zomaar uit naar dit verhaal. Ik heb nog wat meer te vertellen. Het zijn zonder twijfel hele drukke jaren voor je geweest. Marja heeft je veel moeten missen thuis. Daar wil ik er nog echt voor bedanken. Mijn vraag aan jou was dan ook een tijdje terug. Wat ga je nu allemaal doen met je tijd die je nu gaat krijgen? Je vrije tijd. Je antwoorden? Ik wil meer van wijnen weten. Meer in wijnen verdiepen. De beste wijnen opzoeken in Frankrijk, Italië. En daardoor wat minder korfbal. Ja, logisch. Je kan niet alles doen. Met dat laatste, minder korfbal, ben ik het niet zo eens. Met je eens. Want we willen je nog heel vaak hier terugzien bij Tom. Gewoon als vriend, als topmens, als korfbaldier eigenlijk. Als supporter. Hoe ging dat probleem op? Ik dacht, wat kan ik daar aan doen? En vandaar dit cadeau voor jou, van mij. Afgelopen week in Frankrijk voor je opgehaald. Wat is het namelijk? De allerbeste wijnhand van Italië en Frankrijk. Een wijn met een verhaal. Onder andere in het boek geschreven en de folderietje erbij gegeven. Een wijn die ik zo meteen helemaal ga uitleggen, dat doet niet waar iedereen bij is, dat hoeft niet iedereen te weten. Maar, omdat je gezegd hebt, ik wil op zoek naar de beste wijn, bij deze heb je hem. Je hoeft er niet meer naartoe, Hans. Dus het gewoon met op blijven komen. En dat is de punt van verhaal. Is dat een deal, Hans? Ja, anders neem ik de wijn weer mee terug, hoor. Ja, we zien je nog heel graag terug. Marja en Hans, geniet van deze wijn. Geniet van het boek. En vooral van het leven, want daar gaat het uiteindelijk om. Bedankt iedereen. En een applaus voor Hans! Jij bent niet vergeten, hoor. Ik heb met mensen over jou gesproken. Ik ken jou maar heel oppervlakkig. Ik heb je altijd gezien als de stille kracht achter Top, achter Hans. Ik ging met mensen praten en ik hoorde eigenlijk overal hetzelfde. Ja, het is de stille kracht, maar het is wel een kracht, een hele grote kracht. Jules, 7 jaar zijn ook bij jou ongeveer gegaan, voorbij gevlogen. Geweldige tijd. Ik wil je ook namens iedereen bij Top hier heel veel voor bedanken. Veel succes bij KVS als je het goed hebt. Ook voor jou heb ik die wijn meegenomen uit Frankrijk gedaan. Een super wijn. Geniet ervan. En ik hoop je echt nog heel vaak hier bij Top nog te zien. Bedankt. Daniel, wilde jij nog het woord hebben? Jullie gaan het in een intieme sfeer beleven, dat begrijp ik. Hans, kan ik jou de microfoon nog even hier wat zeggen? Mooie woorden, dank je Rob, dank je Hans. Terugkijkend op 7 jaar, toen ik hier vandaag naartoe reed, zei ik tegen morgen van het is nu echt de laatste keer. Jullie hebben mensen waar ik regelmatig in de week mee bezig ben, hebben vast gewerkt aan mij. Dat het op een gegeven moment een beetje op was. Best wel maf eigenlijk bij mezelf, als je zo lang trainer bent, ja of 30, dat er zoiets gebeurt bij jezelf. Ik had het van de week ook nog met Wim over. Ongetwijfeld heeft meegespeeld, stoppen en andere dingen gaan doen. Niet niks doen, maar andere dingen gaan doen. Even geen korfbal. Misschien wel goed,
Of het alles weer wel korven wordt, dat weet ik allemaal niet, dat is ook allemaal niet belangrijk. Terugkijken, ik ben nooit zo van terugkijken, ik ben meer voor vooruitkijken over het algemeen. Als ik dan toch stiekem even terugkijk, we hebben in de rust net even met de mensen van de trainers en alles wat ermee te maken had bij elkaar gezeten. De wedstrijd was al bezig, maar we waren nog even een klein drankje aan het doen met elkaar. Eigenlijk was dat terugkijkend naar het Ahoy moment. Na Ahoy, dat weten heel veel mensen natuurlijk niet, had Jules gezorgd voor een prima champagne, hebben wij na alle huldigingen met de trainers bij elkaar gezeten. Met z'n vijven, met Jan erbij, met Peter erbij, met toentertijd Aad en Jules en mijn persoon, hebben wij aan de champagne gezeten, hebben wij tegen elkaar gezegd, eigenlijk is het wel ongelooflijk mooi wat we met elkaar bereikt hebben. Daarbij ook nog gedacht aan allerlei stukken die Wim wel eens geschreven heeft over de weg ergens naartoe. En ook daarbij staan we dan weer stil, hebben we weer stilgestaan van, kijk, het is natuurlijk prachtig het moment dat je meemaakt, maar de weg naar iets toe, 5 jaar lang bezig met elkaar om die prestatie neer te zetten, die is misschien wel veel mooier dan de prestatie zelf. En de prestatie staat in de boeken, de weg ernaartoe natuurlijk niet, maar bedenk heel goed, bloed, zweet en tranen om zo'n prestatie te bereiken. Waar je elkaar heel goed leert kennen, de positieve punten, de mindere punten. En dat proces, ja, ik vind het geweldig. Ik geloof ook echt in het proces, vandaar dat de ploeg die er nu staat, dat proces mee moet maken, door moet maken. Waarbij je vreugde en verdriet deelt met elkaar. Ik denk dat het mooi is. En ik heb net in de voor de wedstrijd nog gezegd, niet zoveel gezegd trouwens, maar vooral genieten van. Sporten en de emoties die erbij horen zijn uniek. Ik heb hier in de club het ongelooflijk naar mijn zin gehad. Ik vind Top een fantastische club, een fantastische vereniging met heel veel zeer positieve vrijwilligers. Dat tref je echt niet overal aan. Ook op die vrijwilligers is de afgelopen jaren een roofbouw gepleegd, denk ik. Want het jaar dat we kampioen werden, het kon niet op, alles kon. Daarna moesten we naar Warschau, de Europa Cup, we kunnen het ons vast nog herinneren. Ook daar waren de vrijwilligers overal en nergens niet te beroerd om mee te pakken. Mensen staan over het algemeen een beetje aan de zijkant, maar ik zou wel het mooi vinden om voor al die vrijwilligers hier een gigantisch groot applaus te geven. De mensen bij de bar, de mensen die de video gedaan hebben, ik kan ze eigenlijk allemaal niet opnoemen, het is te gek om over na te denken. Speciaal woord van dank, wat mij betreft, is voor de mensen waar ik zeer intensief mee samengewerkt heb. Dat zijn niet alleen de spelers, waarbij een enkele speler, ik zei het voor de wedstrijd nog even tegen Daan, hij moest er ook over nadenken dat hij zo lang met mij uitgehouden heeft. Want in principe dat je 7 jaar met één en dezelfde trainer werkt is eigenlijk debiel. Dat moet eigenlijk helemaal niet kunnen. Veel te lang, je ziet het ook bijna nergens. Complimenten dan dat je het zo lang met mij uitgehouden hebt. Want het mooie is eigenlijk, ik ben eigenwijs. Maar hij ook. En dat heeft wel eens gebotst, maar uiteindelijk denk ik dat wij elkaar ongelooflijk waarderen. En ik heb enorm van je genoten. Ik denk dat je een van de grootste talenten in Nederland bent, Daniel Horsing. Dat je misschien niet altijd voor jezelf eruit gehaald hebt wat er voor jezelf in zit. Maar je bent wel puur. Je bent echt en dat siert je ook. En daarom zijn het de conflicten ook af en toe wel dik waard geweest. Je bent ook, vind ik, de echte aanvoerder. Ik vind het ook ongelooflijk mooi dat je doorgaat nog een jaar. En ik denk dat je nog één droom nastreeft en dat is gewoon nog een keer Ahoy winnen. En ik denk dat kan. Ik denk werkelijk dat kan. Dus ga daarvoor. Met Sjoel wil ik het ook nog even noemen. Wij gaan nu een jaar of 10 met elkaar dat wij bij 2 clubs vol intensief bezig zijn. Sommige mensen denken misschien, wat doet die gozer? Dat denkt hij zelf ook wel eens trouwens, maar ik ook wel eens. Maar goed, het gaat om het volgende. Ik denk dat wij, sommige mensen zeggen, je hebt aan een half woord genoeg. Je hebt misschien bij sommige mensen aan een kwart woord genoeg en dat is bij ons denk ik het geval. Het mooie is dat wij zo anders zijn en dat we uit, zeg maar, qua werk uit zo'n totaal andere wereld komen en dat voelt elkaar zo fantastisch aan en vult elkaar ook aan.
Ik denk ook dat het belangrijk is dat je in je trainerstaf zorgt dat je niet allemaal dezelfde mensen hebt, maar juist ook andere mensen. Nou, Tris erbij. Tris, ik kan me nog zo goed herinneren dat we in Warschau waren, dat jij alles werkelijk tot in de puntjes verzorgd hebt. Tris is natuurlijk de regelaar bij uitstek en als hij het regelt, als hij daar ja tegen zegt, dan weet je 100% in de blunt dat het goed komt. Ik had het je ongelooflijk gegund, want dat is toch een heel klein dompertje vandaag dat twee het niet gered hebben. Ik had het je ongelooflijk gegund en ik vind het wel mooi, want dat weten misschien mensen niet. Maar Patrice, die, we hadden het er net nog even, die ken ik al sinds hij 13 is. Toen was ik trainer bij KVS en toen was hij 13, hij was net zo groot trouwens. Ja, ik ben nu net nog even gek treffen, maar waar had hij niet over drank gelegen, die man. Maar, top! Bedankt Patrice voor alles wat je ook bij deze groep gedaan hebt. Jon, ook inmiddels al een jaar of 5, 6 als verzorger erbij. Regelmatig in het buitenland, maar top hoe jij ook in deze groep gepast hebt. En ik was er erg blij mee. Wim maar even noemen. Belangrijke rol in de club, denk ik. Geblesseerd geraakt. Maar een andere rol in de club gekregen. Wim op donderdag hele mooie woorden voor mij. Ik ken Wim ook al vanaf het moment dat hij bij Fortuna kwam als 19-jarig jochie op kamers in Delft. Mooi. Ik vind het ook mooi om te zien dat mensen zo'n mooie ontwikkeling doormaken. Jij bent er ook een van. En ik geniet daar aan de zijkant enorm van. Want je doet het met name zelf. En dat vind ik wel heel mooi. Ik zei het net nog tegen jullie ook heel zachtjes. Je hebt een mooie ontwikkeling gemaakt. En daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. En daar mag jij zelf ook wel enorm trots op zijn. Want uiteindelijk in het leven gaat het daarom. En niet om zo'n wedstrijdje winnen of verliezen. Een ander iemand die ik bij wil noemen is Leon. Leon die heeft natuurlijk rondom de Ahoy-periode een hele moeilijke periode gehad. Geblesseerd met zijn enkel. Keihard geknokt om terug te komen, in een hooi op de bank gezeten. Nou, ik weet hoe pijnlijk dat geweest is voor je, maar wat een topman en wat een positieve vent ben jij. Nu ambitie in het trainersvlak, op het trainersvlak. Ga leren, ga kijken waar de grens voor jezelf ligt, maar ook daarbij geldt, ga er vooral van genieten. En realiseer je dat als je dat echt wil, dat het tijd kost. Niet erg. Maar bedenk het goed. Ik wil er nog een noemen, dat is Peter Boeren. Ik denk dat Peter Boeren een van de redenen is geweest dat ik hier zo lang trainer geweest ben. Peter die heeft op zijn manier, met zijn vaardigheden, met zijn kwaliteit, met zijn warmte, gezorgd dat het altijd bij elkaar gebleven is. En ik vind het een ongelooflijke kwaliteit. En ik heb die ook gemist eigenlijk in het laatste jaar. Ik ben ook een beetje geschrokken. We zaten in Barcelona, ik denk 2 jaar geleden, op een terras. Waarbij jij heel wit en hevig zwetend eventjes de schaduw moest zoeken. En ik denk dat wij, niet alleen ik, maar toen wel wat schrokken. Achteraf bleek dat ook wel een aanwijzing te zijn dat je misschien wel een hele bak halibi voor het genomen had. Misschien wel iets te veel. Maar man, wat ben jij belangrijk geweest? Wij hebben de afgelopen jaren elk jaar naar de zaal met de trainers en stafgroep een keer gegeten met elkaar. En het was altijd eigenlijk wel toch een beetje een feestje. En we waren ook kritisch naar elkaar. Want dat kenmerkte denk ik ook wel de groep. Kritisch naar elkaar. En we konden eigenlijk wel alles tegen elkaar zeggen met open vizier. We hebben ook afgesproken heel stiekempjes om dat in stand te houden. Dus 1 keer per jaar gaan we trachten vanaf nu om die groep bij elkaar te brengen en te houden. Peet, ik wil jou ongelooflijk bedanken. Ik weet dat jij een stevige periode gehad hebt. Ik kan het bijna niet goed uitleggen wat jij betekend hebt voor deze club, voor deze groep. En ik weet ook dat jij net als ik hier enorm van houdt, maar ik vind toch dat ik het doen. Ik ben ongelooflijk blij met je geweest.
Ik wil je daar onwijs voor bedanken, man. Ga ik nog even voor jezelf. Hans, enorm bedankt. We zien je hier nog vaak terug. Die afspraak is net gemaakt. Jullie zijn er allemaal getuigen van geweest, toch? Ja, toch? Ja, oké. Hartstikke leuk. Dus weer om een biertje te drinken en een wijntje en alles. Geniet er allemaal van. En ik zie jullie graag na de zomer weer terug. Ja? Oh, en Hans gaat even al zijn cadeaus uitpakken. Spannend, spannend. Ja? Hij moet met de grootste beginnen. Die is een beetje bijzonder. Nee, papa! Het is geen wijze wijn, dus ik ga het zelf uit doen.